Twee gevallen van pinpasfraude. De eerste is in Breda en dan gaat het om de vrouw die hier wordt gefilmd bij een bank aan de Nieuwstraat. En inderdaad, de pas die ze gebruikt is niet van haar, maar die is eerder gestolen uit de handtas van iemand die aan het winkelen was. Ze staat er goed op, deze jonge vrouw, dus grote kans dat ze wordt herkend. U weet wat u moet doen als dat zo is. En deel vooral ook de beelden op Facebook, want delen is helpen oplossen.